begon jij nou bij Radio Veronica? Ik ben begonnen bij Plug. Plug. Dat was het blad van het Cultureel Jongerenpaspoort. En daar had ik was het stuk Ajax Feyenoord van Gerben Hellinga. Toneelstuk. In Lamar toen. En ik had daar nog één of twee sportverhalen voor gemaakt. Wat ik op zich nog altijd een heel leuk idee vind om met twee voetballers naar een toneelstuk te gaan. Om te kijken hoe ze dat vonden. En toen belde ik Henk van Dorp. Ik zit te luisteren naar de radio, Radio Veronica op zondagochtend. En ik denk, wat een leuk programma is dat. En toen had je dat ontzettend oudbollige tussen start en finish bij de Vara. Waar echt niets aan was. Althans, vond ik. En die commerciële Veronica, die overklasse daar, dat progressieve Vara. Dus ik bel Henk van Dorp. Ik zeg, ik zou je graag willen interviewen voor Plug. En dat was voor Veronica natuurlijk wel grappig dat... Jij ging Henk van Dorp interviewen? Ja, ja, ja. Ah, dat is natuurlijk wel grappig dat... Het cirkeltje komt rond. Ja, dat Veronica dan in dat culturele circuit in Amsterdam plotseling geprezen wordt. Want dat was de piraten... Ja, dat was de piraten, alleen maar commercieel. En commercieel mocht nog helemaal niet. Commercieel was vies in die tijd. Dus ik zit een half uur met hem te praten. Het was een heel leuk gesprek. Zegt hij, waarom kom je niet bij mij werken? Ik ben net het programma begonnen. Ik heb nog iemand nodig. Dus ik zei, nee, ik ga niet voor Radio Veronica werken. Dat was zo'n links hard tot hier. En je ging toch niet voor de commerciële werken. Linkse rakker. Ja, en dus ik kom thuis en ik Henk van Dorp wil ik bij Veronica, maar ik ga niet bij Veronica werken. Zeg maar, ik vind je niet zo achterlijk. Als je mag doen wat je wil, dan gaat het om vrijheid van meningsuiting. Ik bedoel, als je dat volledige vrijheid hebt, Henk, zeg, we hebben volledige vrijheid. Ja, dus ook iets terugkerends in jouw carrière, tegen de stroom in zwemmen. Ja, altijd. We hebben altijd gedaan, met alles. De VN naar de revue. Revue, ja. Hè? We hebben altijd tegen de stroom in. Nog, dat merk ik ook, we hebben nooit bij de gevestigde orde gehoord. Nooit. Ja. En toen zei Henk, zo laat ik de maand beginnen. Nou, dat maand is 40 jaar geworden. Ja. 40 jaar huwelijk gehad. Wauw. Je bent dus eigenlijk trouw aan je eerste liefdes. Ja, 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 ja. Ben ik trouw, ja, ja, ja. Ja. En ja. Ik had niks van journalistiek. Ik bedoel, ik was nieuwsgierig. En ik volgde natuurlijk altijd. Maar jouw talent werd dus eigenlijk ontdekt door Henk. Ja. Ja. Jij en Henk werden natuurlijk een duo. Ja. Hè, dat jarenlang succesvol is geweest als journalisten. En gelukkig duo. Nooit ruzie. Nooit. Nee. Ja, we hebben wel eens een oneenigheid gehad. Maar we zijn altijd trouw goed aan elkaar gebleven. We gaan ook nu altijd nog goed met elkaar om, gelukkig. Wat vond je het meest irritant aan Henk van Dorp? Ja, dat vond ik niet irritant. Vond het jammer af en toe dat hij niet kon autorijden. Want dan moest ik altijd rijden. We zijn ook wel eens een keer, en dan zei ik, nou, het is nog maar 150 kilometer. En dan was ik echt kapot. En ik zei, Henk, ja, je kan makkelijk lullen, maar ik stop. Neem een hotel. Ja, we zijn, maar ik zeg, Henk, ik kan niet meer, straks rijden we ergens tegenaan. En verder, wat vond ik? Ik vond het wel irritant aan hem. Wat vond hij irritant aan jou? Dat ik altijd auto reed. Nee, en wilde ook volgens mij niet. Nee, ook volgens mij niet. De één ding is jammer, dat heb ik altijd jammer gevonden. Dat we geen homo waren. Ah, Frits. Ja. Ja, dan hadden we een fantastische tijd nog bij gehad. Ja, waren jullie nu heel gelukkig geweest? Nee, maar wat bedoel, dan hadden we... We waren soms 6 weken op stap. Ja. En we deden alles samen. Het ideale huwelijk. Ja, en seks. En dan hadden we goddomme ook dat erbij gehad. Wat zou dat niet fantastisch zijn geweest? Als ik Henk ook nog aantrekkelijk had gevonden. Ja. Henk vond mij wel aantrekkelijk, maar... God. Op een gegeven moment beland je bij de Vrij Nederland. Ja. Nou, dat was dus wel een... Dat was een grote stap. Ja. Want we kwamen doen... En helemaal politiek correct. Ja. Ja, maar klopt. Want we waren echt de grote vijand van de Telegraaf in die tijd. En dat is natuurlijk knap dat Vrij Nederland dat toen al kon. Dat heb ik later wel met jongens van de Telegraaf gemerkt. Ze waren echt, toen wij bij Vrij Nederland waren ze echt... Hoe, wat zal Vrij Nederland woensdag hebben? Ik moet zeggen, we hadden altijd een leuke journalistieke strijd met de Telegraaf. Het was geen... Het was wel haat en neid, maar op een leuke journalistieke manier. We gingen wel met elkaar... Maar we waren wel de vijanden van de journalistiek. Van de godverdomme, zullen ze een poepje laten ruiken? Dat hadden zij met ons ook waarschijnlijk. Ja. En we wilden dus niet dat zij in ons programma kwamen. Het moest wel de vijand blijven. Nou ja, op een gegeven moment, ik schreef al voor Vrij Nederland. Mijn eerste interview. Laatst zag ik hem nog, Rinus Israël. Was mijn eerste grote interview voor Vrij Nederland. Met Rinus Israël? Ja. Wat leuk. Ja. En ik had een verhaal gemaakt over. Voor Parool. Ik schreef ook voor het Parool over de Volenwijkers. Want zoals ik je zei, ik vond dat de sportredactie, sportverhalen van het Parool niet goed waren. En zei ze, doe het dan zelf. Ik zei, nou, oké, kom maar op. Waar zijn ze nu? En toen zei ik ga wel zondag naar Ajax. Nou, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ik zei, dan ga ik wel naar Volenwijk. Ze zijn wel wit om de week.
Heb ik dus Volewijkers en Ballenbiet een half jaar gedaan. Ging ik mee naar de uitwedstrijden. Er was Sportclub Drenthe de Volewijkers. Aha. En ik had een eend. En als je wind tegen had, ging je niet boven de 80. Nou, dat was 220 kilometer of zo. Dan ging je soms om 10 uur weg. En dan kwam je... Ik weet nog dat als je dan helling opging, dat je achter een vrachtwagen moest zitten. Ja, dat je werd, in de zuiging. Ja. Nou ja, dat... Dus ik kom daar 's ochtends of een minuut of half één, Edwin in Klazina Veen aan met al die ja-krijgers. Kerk ging net uit. Zo'n christelijk dorp op zondagochtend. Waar dus niets gebeurt. Ik ga naar die wedstrijd toe. Die wedstrijd gebeurt ook helemaal niets. 0-0. Na de wedstrijd, de trainer van Sportclub Drenthe, Jan van Asten, trekt zijn lange witte jegerbroek, onderbroek uit en doet zijn gewone broek aan en geeft daarna commentaar op die wedstrijd. En ik rij weer terug 2,5 uur en ik kom op de krant. En dus om 8 uur, 8:30 was je er pas weer. Dan moest je verhaal maken. Hoe was het nou? Er is niks gebeurd. Dus ik heb een reisverhaal gemaakt. Die eindeloze weg. Die ja-knikkers. Dat troostloze dorp. Die man die ze... Je hebt gewoon je beleving opgeschreven. En dat ik dus 1,5 uur naar Volewijkers Drenthe-Volewijkers heb gekeken. Maar niets gebeurde. Geen schot op doel ging. Uitslag 0-0. Uitslag Sport Drenthe-Volewijkers 0-0. En dat werd niet geaccepteerd door Rienbal, de chef. Lul. Ik moest een wedstrijdverhaal maken. Ik zei, maar er is niks gebeurd. Er is niks gebeurd. Wat moet ik dan? Er is niks gebeurd. Ja, dat werd dus een stevige strijd. Ja. En volgens mij heb ik ook geweigerd om dat wedstrijdverhaal te maken. Toen heb ik Nico Scheepmaker, die ik al kende omdat hij voor Radio Veronica een heel leuk rubriekje had. Zei, god, ik had dit verhaal gemaakt. Voor het Parool is het iets voor Vrij Nederland. En ik werd s'avonds al gebeld door Vrij Nederland. God, dat verhaal willen wij wel woensdag in de krant hebben. Ja. Dus iets uitgebreid. Dat stond woensdag in mijn wedstrijdverslag van Volewijkers, Sportclub Drenthe de Volewijkers. En dus ik had al bij Vrij Nederland wat geschreven. En toen heb ik tegen Henk gezegd, zullen wij samen naar Vrij Nederland gaan? Jij hebt mij bij RTL gehaald. Vind je het leuk dat we naar Vrij Nederland gaan? En ik had dus alleen een aanbieding. Bij Veronica? Nee, bij Vrij Nederland. Henk had mij bij Veronica gehaald. Ja, nee, je zei het RTL. Oh ja, natuurlijk. Ja, je hebt zo'n rol in ons leven gespeeld. Ja. Dus ik had met Rinus Ferdinandes, die mij al aangenomen had, om redacteur te worden daar. Ja. Dus zei ik heb een ander voorstel voor je. Ik kan je elke week een sportpagina garanderen. Nieuws maken, garandeer ik je. Neem ons alle twee aan. Ja, budget. Ik zeg, weet je wat, ik hoef niet een vaste dienst. Geef ons allebei maar een jaarcontract. Dus ik heb Henk gebeld. Durf je het aan een jaarcontract? Want Henk had een vaste baan bij Veronica. Ja. Durf je het aan een jaarcontract bij Vrij Nederland? Ja, als ik denk dat Henk was wel avontuurlijk op dat gebied. Die was niet zo voor zijn pensioen. Ik zei, ja, dat gaan we doen. Ik zei, dan gaan wij elke week een sportpagina daar maken. Nou, die was binnen 3 maanden, was ons contract omgezet in een eeuwigdurend dienstverband, bij zo'n spreken. Zo blij waren ze. Ja, en het liep ook. Ik bedoel, ineens deed, je had Nico Scheepmaker al, maar ineens deed Vrij Nederland mee op sportgebied. En we hadden al vrij snel onthullingen en mooie diepgravende verhalen. En dat paste bij Vrij Nederland. En dat sloeg aan. We hebben daar een fantastische tijd gehad. Elke week een sportpagina. Elke week een mooi sportpagina. Wauw. En alle vrijheid.